Je zit niet te kijken naar curling. De Guardia Civil legt geen zachter met een boot, vermocht er toch eentje de andere kant op komen. Het is wegschaatsen daar. Dat mag dan voor Mollema al geen probleem zijn. Kan je nog volgen, José? Nee, en ik wil ook niet meer volgen. Dat zal de overgang zijn, de knip van Franke aan Spanje. Wat? Bouygues Telecom naar Movistar. In één keer, bam, pied sur terre, voetjes op de grond. Een historisch unieke situatie. Ja, dat is du jamais vu, hè. Zeggen ze dat in Spanje? Jamás visto, José. Renato. Por favor. Hit the deck on the downhill. Extraordinario. Een lastig, heel lastig ding. Ook een S-speciaal. S-speciaal, inderdaad. Dan is het een nummer, ja. En een nummer is een nummer. En het is niet omdat je een ander nummer niet tot een goed einde gebracht is, dat het ene nummer geen nummer kan zijn. Ja, Mathieu van der Poel stond daar op rechts. Blijft toch iemand met de wereldruim. Dan gaan we aan de favoriete bezigheid van José. Te voet daar over die brug. Als jij er eerst over gaat, dan moet qua gewicht ik kunnen volgen, denk ik dan. Als je er niet op wil, Renaat, kan je rechts de camping op. Het lijkt me zo'n dag waarop jij misschien toch beter een nummertje zingt. Als de dag van toen, dacht ik aan jou. Ik voel mijn benen, maar niet die van jou. Is dat nu een aangepaste songtekst? Zoiets. Maar nu zwijg ik, we gaan koers kijken. Want de klim zelf is echt een rodding. Echt een rodding, Renaat. Dat is echt een van de rotste beklimmingen die ze hier krijgen. Buiten de Angliru en nog een paar andere. Maar dat is echt stijl, stijl, stijl. En dan maar lachen daarachter. Hè. En? Wat was het? Ging het niet? Aha. Nou, de drinkbus. Voilà. Mooi, mooi, mooi. Kijk eens hier. En La Borracha. Oeh, dat is gevaarlijk. Dat zou ik niet doen. Hè? Je weet nooit waar dat water vandaan komt. Hè. Dat is waar. Als je dorst hebt. Ja, maar dan nog. Oh, wat zijn wij dikke vrienden. Dat was pittig voor een oude man. Nu, oude man. Moet ik zeggen, er waren drie groepen en ik zat in de groep van de koning van de binnenwegen. En wie is dat dan? Ik op dat moment. Ja. Niet vals bescheiden doen. Nee, als het goed is, is het goed. Jij kan de Ronde van Spanje winnen. Nee, Renaat. Zeg het, José. Je kan de laatste niet voorbij rijden. Ja, het is een grapje. Ja, tuurlijk. Moet kunnen, hè. Met open ogen ingetuind. Maar als je nu uit de achterkant... Maar ja, je ook wel een beetje moe, hè. Wat zou je willen? Dat heb je allemaal aan achter de rug, joh. Met een hoop bisque en de spandel en nu op de Tourmalet. Moeilijke keuze voor de wedstrijdjury, voor de prijslust. Voor de strijdlust. Ja, je hebt een legging, José. Ja. Uitlokking wordt dat genoemd. Wit. En geel. Zolang hij leider is, is er hoop. Zolang hij leider is, staat hij aan de leiding. Heb jij je gsm-rekening toch niet betaald? Dus, excuus voor de storing, voor de onderbreking. Dan moeten wij verder praten. Ik zou zeggen, doe maar. Welke dag is het vandaag? Wonderdag. Ja. Elk jaar worden we wereldkampioen koerskijken. Die kans zit er dik in. Wie is hier de baas, denk je? Vingegaard. Ah, voilà. Wie is hier de baas? Hij is de baas. De toerwinnaar wil dat Kus de Vuelta wint. In de kampioen is er ook iemand die dat altijd zegt. Hè. Ik zeg altijd. Dus jij bent degene die altijd naar die herhalingen zit? Nee, maar ik vind het geweldig. Hè. Ik moet zeggen, José, Woody Woodpecker is misschien wel de tekenfilmfiguur uit mijn jeugd. Maken ze nog nieuwe afleveringen, vraag ik dan af. Bij mij in de tuin niet. Gaat dat, kappen, ja. Beren, wolven, vossen, wilde katten. Het zit er allemaal. Je bent gewaarschuwd, José. Ja. Gewoon zeggen, hoi beer. Beer is weg. Geen van de twee tegengekomen. Geen beren in Temse? Nee, niet van die. We gaan geen verdere uitleg vragen. Nee. Je hebt ook een beer bij de varkens, hè, Renaat? Dat die dan iets doet met de zeug. Loslatingen, of hoe moeten we dat omschrijven? Loslatingen. Dat gebeurt dan in het... Jij denkt aan duiven of duivenlossen of wat? En dan de groet. Jo, de mannen. Jo, de mannen. Het was vandaag voor mij. Jo. Maar als ze mij binnen 5 jaar vragen waar was jij op het moment dat Remco Evenepoel bergkoning werd, dan ga ik zeggen in de... Hoe noemt dat hier? SW... De 2S46. De 2S46. Voilà, opgelost. De nu al legendarische commentaarstudio op het Omroepcentrum. Maar ik zie dat jij geen koffie hebt op dit moment. Ik heb wel koffie. Ah, toch? Oh, kijk hier. Krijgen we dan taart? Ik
wil gerust voor jou voor taart zorgen. Heb ik kijk geen flauw idee achterom, hoe ik daar moet aan achterom, beginnen. Ik kijk hier achterom en ze zeggen nee. Het is iets met een paarse koe. Iedereen komt. Enfin. Als je Remco roept. Ja. Dat zou er wel in gaan, zo'n bordje gamon Iberico. Ik ga een koffie drinken, Renaat. Een beetje koffie. Uiteindelijk heb ik hem moeten redden met een Amstel. Misschien lag daar wel de sleutel van het hele mysterie. Je zou beter mij redden, want ik ben hier ook zo goed als uitgedroogd. Hola. Okay, dat is dat... drinken, dat is drinken. Amai. Hola. Die gaat hij toch niet leeg drinken in één keer, dat kan niet. Is hij nu echt aan het drinken? Ja, wat denk je? Het blijft maar duren. Zit er water in die fles? Dat heb ik nog nooit gezien. Doet hij een recordpoging? Nee, record van kus blijft staan. Dat blijft staan. Allee, als het zo zit, santé. Muchas gracias. E hasta la vista. Mañana. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.